Hoi, wat top dat je kijkt naar een video van Biodom. In deze online biologieles ga ik je alles vertellen over erfelijkheid. En ik ga het hebben over het onderwerp genenparen en kruisingen. Het onderdeel van dit hoofdstuk van erfelijkheid. In de eerste video heb ik gesproken over genotypen, over fenotypen en over geslachtschromosomen. Je genotype, dat was je bouwplan. Je fenotype, dat was je uiterlijk. En de geslachtschromosomen, die bepalen of jij een jongen of een meisje bent. Maar vandaag gaan we het hebben over een stukje kansberekening. Stel je voor, je hebt bruine ogen. En jouw man of je vrouw later heeft ook bruine ogen en jullie krijgen nageslacht. Hoe groot is dan de kans dat het kindje dat geboren gaat worden ook bruine ogen heeft? Nou, vandaag ga je het leren hoe dat dan precies werkt. En dat het ook best kan dat er wel eens een kindje geboren wordt met een afwijkende eigenschap ten opzichte van de twee ouders. We hebben het namelijk over genenparen. En een genenpaar, die vind je terug op een chromosomenpaar. In een lichaamcel kwamen chromosomen altijd in paren voor. In een lichaamcel van de mens waren dat 46 chromosomen, 23 paren. Ooit gevormd tijdens de bevruchting. En op zo'n chromosomenpaar, daar vind je ook een genenpaar terug. Twee erfelijke eigenschappen. De ene erfelijke eigenschap heb je gekregen van je vader en de andere van je moeder. Als dat twee gelijke eigenschappen zijn, dan noemen we dit homozygoot. We nemen een voorbeeld. En in dit voorbeeld zal ik het hebben over ratten. Witte en zwarte ratten. Hier zien we een witte rat en heeft een witte vacht. En deze witte vacht, dat komt omdat op het chromosomenpaar, op het genenpaar, zien we twee keer de eigenschap wit terug. Wit van vader, wit van moeder gekregen. Wit-wit. Dit noemen we homozygoot. Homo staat in dit geval voor gelijk, een gelijk genenpaar. Hier zien we een zwarte rat. De zwarte rat heeft twee keer de eigenschap zwart op zijn chromosomenpaar, op zijn genenpaar zitten. Zwart-zwart, en dit staat in dit geval voor homozygoot zwart. Maar we zien hier nog een witte rat. En deze witte rat, die heeft misschien wel een witte vacht, maar op zijn genenpaar, op zijn genotype vinden we twee eigenschappen terug, namelijk de witte vacht en de zwarte vacht. Dit is niet homozygoot, dit is niet gelijk, nee, dit is verschillend. En dat noemen we dus ook heterozygoot. Hetero staat in dit geval voor verschillend, twee verschillende eigenschappen. En toch is de rat niet gevlekt, of is die niet bruin, of overwegend wit of een beetje zwart. Nee, in dit geval zien we een compleet witte rat. Nou, dit kan gebeuren. Want we spreken bij genenparen en we hebben het over erfelijke eigenschappen, kunnen we het hebben over dominante eigenschappen en recessieve eigenschappen. Een dominante eigenschap, dat is een eigenschap die moet en wil per se in het uiterlijk, in het fenotype terugkomen. Een recessieve eigenschap, dat is het tegenovergestelde van dominant, dat is een beetje een onderdrukt gen, een onderdrukte eigenschap. Deze komt alleen tot uiting in je uiterlijk als er geen dominant gen tegenover staat. Dus, zoals in het geval van de zwarte rat. Nou, om iedere keer te hebben over wit-wit, zwart-zwart, zwart-wit, dat wordt heel onoverzichtelijk. Nee, we werken graag met gensymbolen. Dit zijn letters. Letters die staan voor een bepaalde erfelijke eigenschap. En aan de letter kun je zien of het om een dominante eigenschap gaat of om een recessieve eigenschap. Nou, gensymbolen die we gebruiken, dat zijn vaak letters, zoals bijvoorbeeld de letter A of de B of de R. Maar er kunnen nog vele andere letters zijn. Het moeten wel letters zijn waarbij de hoofdletter een beetje anders van vorm is dan de kleine letter. Zoals je dat hier kunt zien, bij de A en bij de B en de R. Een C of een V, ja, dat zou niet handig zijn. Een hoofdletter V en een kleine letter V, die verschillen nauwelijks van vorm. Hier zien we drie soorten genenparen die we tegen kunnen komen. Twee gelijke genenparen en betreft het ook nog een keer twee dominante eigenschappen, dan noemen we dit homozygoot dominant. Dan kiezen we voor twee keer een hoofdletter A. Hebben we het over een heterozygoot, dan is de dominante eigenschap aanwezig en de recessieve eigenschap aanwezig. En dit noemen we heterozygoot. Spreken we over een homozygoot genenpaar en beide genen zijn recessief, dan is het homozygoot recessief. In dit geval twee keer de kleine letter A. Zo zie je dus dat de rat met de witte vacht homozygoot dominant is. De rat met de zwarte vacht is homozygoot recessief. En de witte rat in dit geval is heterozygoot. Grote A, kleine a. Nou,
Hieruit kan ik concluderen dat witte vacht in dit geval de dominante eigenschap is. Witte vacht is dominant ten opzichte van een zwarte vacht. Dit zie ik aan deze rat, want deze rat heeft twee eigenschappen aan boord. Alleen de dominante eigenschap die komt tot uiting in het uiterlijk en dat is wit. Om je een beetje wegwijs te maken binnen het principe van de kruisingsschema's heb ik een aantal voorbeelden voor je. En straks ook nog een oefenvraag. Een kruisingsschema dat ziet er een beetje uit als het schema wat je ook gebruikt bij dat spelletje boterkaas en eieren. Dat je met kruisjes en rondjes werkt. Echter werk je nu met grenssymbolen. Het bovenste gedeelte wat we hier zien, dit geldt voor de man. Hier zien we het mannelijk geslacht en twee zaadcellen. En hier zien we het vrouwelijk geslacht en twee eicellen. Nou, we gaan het hebben over twee ratten. Een witte rat die homozygoot dominant is en een zwarte rat, een mannetjesrat, die homozygoot recessief is. Homozygoot dominant, oftewel wit-wit, dat noemen we hoofdletter A, hoofdletter A. En homozygoot recessief, dat staat voor kleine a, kleine a. Tweemaal de zwarte eigenschap. De vrouwtjesrat, die produceert eicellen. En je weet dat bij eicellen en bij zaadcellen, dit zijn geslachtcellen, dan komen de chromosomen niet in paren voor, maar enkelvoudig. Deze worden bij de reductiedeling gesplitst. Zo ook hier. De grote A die staat voor de witte vacht gaat naar deze eicel. En de grote A die staat voor de witte vacht gaat naar deze eicel. Zwart gaat naar deze zaadcel. Recessief zwart gaat naar deze zaadcel. Dat noteer ik hier. Hier komt een potentiële zaadcel en een potentiële zaadcel. En hier hebben we een eicel en een eicel. Wat gebeurt er bij bevruchting? Bij bevruchting versmelten kernen en vormen chromosomen weer nieuwe paren. En ook dus nieuwe genenparen. Zo ook hier. Als deze eicel wordt bevrucht door deze zaadcel, dan krijg je een nieuw genotype, namelijk hoofdletter A, kleinletter A, en dit noemen we heterozygoot. Als deze eicel zou worden bevrucht door deze zaadcel, ook heterozygoot. Deze eicel door deze zaadcel, heterozygoot. En deze eicel door deze zaadcel, een heterozygoot genotype. Oftewel, hier vinden we in het middenste gedeelte, deze vier vakjes, daar vind je de uitslag. Dit is je kansberekening. En in dit geval zien we dat er 100% kans is op heterozygote nakomelingen die de eigenschap grote A hebben voor wit en de eigenschap kleine a voor zwart. Heterozygoot. In het fenotype betekent dit dat 100% van de ratten die geboren gaan worden, die zijn allemaal wit. Echter in het genotype, daar vind je de eigenschap voor zwarte vachtkleur wel degelijk terug. Maar komt niet tot uiting in het uiterlijk, omdat het wordt onderdrukt door dat dominante gen wit. Nog een voorbeeld. Nu gaan we een homozygoot recessieve rat kruisen met een heterozygote witte. Het vrouwtje is zwart, het mannetje is wit. Het mannetje is homozygoot recessief. Dat kan ook niet anders, want wit was de dominante eigenschap. Dus een zwarte rat is in dit voorbeeld, wat ik neem, altijd homozygoot recessief. De witte rat, die is in dit geval heterozygoot. Wit, zwart, oftewel grote A, kleine a. Het mannetje produceert zaadcellen en hij kan een zaadcel produceren met een hoofdletter A of een zaadcel met een kleine letter A. Het vrouwtje, dat kan een eicel produceren met een kleine a of een eicel met een kleine a. Hier zie je de nieuwe combinaties. Wanneer deze eicel wordt bevrucht door deze zaadcel, krijgen we een heterozygoot genotype. Maar wordt deze eicel bevrucht door deze zaadcel, dan krijgen we een homozygoot recessief genotype. Deze eicel door deze zaadcel, heterozygoot. Deze eicel bevrucht door deze zaadcel, een homozygoot recessief genotype. Vier mogelijkheden. Nu, twee van de vier mogelijkheden zijn heterozygoot. 50% kans op een witte nakomeling. Net als papa. Maar er is ook 50%, namelijk 2/4 kans, op een homozygoot recessieve nakomeling. En deze zal zwart zijn. Dus uit dit paardje kan het best zo zijn dat er zowel witte als zwarte babyratjes geboren worden. De kans is 50% bij iedere nakomeling dat het zwart wordt of wit. De derde en laatste kruising die ik voordoe, die zal gaan tussen een heterozygoot en een heterozygoot. Dus twee witte ratten. Een mannetjesrat en een vrouwtjesrat. Het vrouwtje is heterozygoot,
grote A, kleine a. En het mannetjesrat is heterozygoot, grote A, kleine a. Het mannetje kan dus een zaadsel produceren met een hoofdletter A of een kleine letter A. En het vrouwtje, daar geldt hetzelfde voor, maar dan voor de eicellen. Wanneer deze zaadsel door deze eicel wordt bevrucht, of deze eicel wordt bevrucht door een zaadsel, zo moet ik het natuurlijk wel noemen, dan krijg je homozygoot dominant. Wordt deze eicel bevrucht door deze zaadsel, dan krijg je een heterozygoot genotype. Deze eicel door deze zaadsel, heterozygoot. En deze eicel door deze zaadsel, homozygoot recessief. Hey, wat bijzonder. Wat ik nu zie is 1/4 kans op een homozygoot dominant genotype. Deze rat zou absoluut wit worden. 2/4 kans op een heterozygoot genotype. Zowel wit en zwart aan boord, maar wit is dominant. Dus de ratjes zullen met een heterozygoot genotype witte vachtkleur hebben in het fenotype. Maar ook, kijk hier... 25%, 1/4 kans op kleine a, homozygoot recessief. En dat is bijzonder, want homozygoot recessief, dat is twee keer de zwarte eigenschap, twee keer de recessieve eigenschap. En nu komt hij wel tot uiting in het uiterlijk. 25% kans op een zwarte nakomeling. Dus uit twee ouders met een witte vacht, wordt een ratje geboren met een zwarte vacht. Hoe bijzonder is dit? Het fenotype, opgeteld... 1/4 wit plus 2/4 wit is 75% kans op witte harige nakomelingen. Maar een zwartharige nakomeling, daar is 25% kans op. Dan nu een oefening. Nu ga ik het hebben over koeien. Over roodbont en zwartbont. Bij runderen is de vachtkleur zwartbont dominant. Over de eigenschap vachtkleur roodbont. Deze is dus recessief. Een heterozygote zwarte bonte stier en een roodbonte koe, die krijgen samen nakomelingen. Wat is het genotype van de roodbonte koe dan? En hoe groot is de kans op nakomelingen met zwartbonte vacht? Zet deze video heel eventjes op pauze. Wanneer je je uitwerking hebt, start je de video weer op en krijg je van mij de antwoorden. Goed, fijn dat je eventjes hebt willen oefenen. We gaan nu kijken naar de uitwerking. Het genotype van de roodbonte koe moet natuurlijk homozygoot recessief zijn. Dit kan niet anders. Want zwart was dominant. Dus homozygoot dominant, hoofdletter A. Hoofdletter A is zwart, maar ook de heterozygoot is zwart. Nee, tweemaal de recessieve eigenschap kleine a. Ja, in dit geval zal een koe roodbont zijn van kleur. Bont wil zeggen gevlekt. En hoe groot was de kans op een zwarte nakomeling? Nou, daar gaan we kijken in het kruisingsschema. De roodbonte koe was homozygoot recessief en kan eicellen produceren met een kleine a of een kleine a. Het mannetje, de stier, die kan zaadcellen produceren met de hoofdletter a, wat staat voor zwart, of de kleine letter a, wat staat voor het recessieve rood. Wanneer deze zaadcel deze eicel bevrucht, dan krijgen we dit genotype. Als deze zaadcel deze eicel bevrucht, krijgen we dit genotype. Wanneer deze zaadcel deze eicel bevrucht, dit genotype. Afijn. Je hebt het schema ingevuld. Dit is je uitslag. 2/4 kans op homozygoot recessief, wat we hier zien, en 50% kans op heterozygoot. Dus zwartbont of roodbont, 50-50. Je hebt iets geleerd over genenparen. Iets geleerd over gensymbolen, dat we daar letters voor gebruiken. Wat homozygoot en heterozygoot inhoudt en wat dominante eigenschappen zijn en recessieve eigenschappen. Afijn, je hebt heel veel geleerd. Maar zien en snappen is iets anders dan doen en snappen. Ga alsjeblieft aan de slag met kruisingsvraagstukken. Want door het veel te doen en veel te oefenen, word je er absoluut beter in. In mijn volgende video ga ik het hebben over stambomen. Want we hebben het over generatie op generatie. En binnen een stamboom kun je meerdere generaties bekijken en kunnen we het gaan hebben over erfelijke eigenschappen die opschuiven, doorgegeven worden binnen generaties. Ik zie je graag weer terug. Dankjewel voor het kijken.